Wel, u weet, de jury hanteert traditioneel twee criteria. Enerzijds hebben wij de kwantitatieve criteria die te maken hebben met de prestatie op vlak van groei en rendabiliteit. En anderzijds hebben we de criteria die te maken hebben met de kwaliteit van het ondernemerschap. En zowel op vlak van groei als op vlak van ondernemerschap is Tribu een rolmodel voor de regio. Het is een onderneming die in een traditionele sector zeer sterk vernieuwend is en zich georganiseerd heeft als een netwerkorganisatie. Aanwezig in alle delen van de wereld, maar de kern blijft in Limburg. Productie die zit gespreid over de wereld, maar de assemblage, de kwaliteitszorg, de verdeling, maar de ontwikkeling van de nieuwe producten die gebeurt hier in de regio. De onderneming is zeer sterk extern gericht, ook op vlak van ontwikkeling van producten gebruikt zij verschillende instellingen, maar ook de topdesigners die over de wereld gespreid zijn. Zij exporteert ongeveer 85% van haar productie wereldwijd. Een groot deel zit in West-Europa, maar ook een heel belangrijk deel zit in Noord-Amerika. En zij breidt op dit ogenblik nieuwe markten voor. Heel beloftevolle markten, niet enkel voor de particuliere sector, maar ook naar de corporate en vooral naar de hospitality, de hotelsector toe, waarin zij al een belangrijke positie heeft. Diarda Fleischer staat letterlijk voor de kunst van het buiten genieten. Tribu werkt voor de meest veeleisende klanten ter wereld. Mensen die dat superhard werken, die dat eigenlijk maar heel weinig vrije tijd hebben. En tijdens die beperkte vrije tijd wat ze hebben, maximaal willen ontspannen. We proberen Diarda Fleischer te vertalen naar elk contactdetail dat die klant met ons heeft. Dus vanaf het moment dat hij onze website opendoet, totdat de meubels bij hem thuis geleverd worden, of dat de architect de inplanning maakt, of zelfs op het moment met aftersales als hij een probleem heeft, proberen we ervoor te zorgen dat dat voor hem op de makkelijkst mogelijke manier verloopt. Natuurlijk ook het meubel zelf besteden we heel veel aandacht aan. Het moet maximaal comfort bieden. Elk klein detail moet tot in de puntjes verzorgd zijn. Vanaf elk punt van het meubel moet het er perfect uitzien, zodat onze eindklant maximaal geniet. Daarvoor staat Diarda Fleischer. Wat ons onderscheidt van onze concurrenten is eigenlijk eenvoudig. De beste industriële partners, de beste ontwerpers en een heel duidelijk imago, een duidelijk DNA, discrete luxe. In feite maken we 30 miljoen euro omzet, waarvan 90% export in 65 landen. En in elk van die landen nemen we dat topje van de markt. En dat zowel in hospitality, als residentieel, als corporate. Zo realiseerden we onlangs de Apple Campus in Cupertino, St. Regis Hotel in de Malediven en Nespresso Headquarter. Toen mijn vader 50 jaar geleden zijn importbedrijfje in Tuinmeubelen opstartte, had hij dat niet voor mogelijk gehouden.